Kan jij al een beetje beseffen wat er vanavond allemaal gebeurd is? Beseffen niet helemaal wat allemaal is gebeurd, maar wel grotendeels, ja. Hoe bijzonder was deze wedstrijd voor jou? Ja, het was heel bijzonder. De aanloop hier naartoe ook. Ik wist al van tevoren dat dit mijn laatste wedstrijd was. Dus je ruimt je spullen een beetje op thuis om vervolgens morgen ergens anders te zijn. Maar tegelijkertijd voor mij is het allerbelangrijkste dat ik op het veld ga presteren. Want dat is het enige wat telt. Anders zit ik morgen in een vliegtuig. Ja, je maakt je stap, je bent blij. Maar toch in mijn achterhoofd gaat spelen hoe de wedstrijd is aan toe gaan. En als ik dan niet goed speel, dan baal ik enorm van. Ik vind dat ik vandaag goed heb gespeeld. Alles aan heb gedaan om de club te helpen, om naar de groepfase te gaan. Dat was ook de afspraak voordat ik wegging. Dus ik heb aan mijn afspraak gehouden om AZ naar de groepfase te brengen samen met de groep. Hebben we met z'n allen gedaan en ben ik ontzettend trots. Ja, maar ik snap heel goed wat je zegt, alleen dat klinkt natuurlijk makkelijk. Maar hoe moeilijk is het om je dan zo te focussen? Hoe zit je in je gevoel dan op zo'n moment als je hier naartoe leeft? Ja, het is heel moeilijk omdat je gewoon, ja, één keer denk je van ja, waar ga ik wonen over 2 weken? En aan de andere kant denk je van ja, ik moet gewoon goed spelen, goed staan, met de jongens praten. Je moet focussen op je taken. Dus ja, je zit wel met 2 gedachten, maar je probeert gewoon vooral te focussen op wat er op het veld gebeurt. Dat is het allerbelangrijkste voor mij persoonlijk. Gewoon presteren, daar gaat het om. En waar je dan gaat wonen of bla bla bla, al die dingen die erbij komen als je een stap maakt, dat zie je dan wel. Wat zei je net tegen de jongens? ik heb ze bedankt voor het afgelopen seizoen, voor het vertrouwen die ze me hebben gegeven. De nieuwe jongens, fantastische jongens hebben ze erbij gehad. Goede karakters, jongens die graag willen spelen voor AZ, laten zien. En dat als je geen Europees voetbal haalt, dat het heel vervelend is. Je speelt 1 wedstrijd in de week, je moet heel veel trainen. Vooral bij AZ moeten we heel veel trainen. En 2 wedstrijden en dan kan je doorgaan. Je speelt alleen maar mooie wedstrijden. En donderdag, zondag, daar word je alleen maar beter van. En ik heb ze heel veel succes gewenst. En vooral, wat het belangrijkste is gezond blijven. Dan maak je stappen in je carrière, daar word je beter van. En dat heb ik ze gewenst. Zullen we even kijken naar een clipje? Met Hatzidiakos in de laatste lijn bij Jong AZ. Goeie paas van de Griek. En dan Tijani Reinders. En zijn vervanger Pantelis Hatzidiakos. Ik ken Panta vanaf dat hij bij AZ kwam. Uit mijn hoofd is dat onder 14. In ieder geval, hij was nog een jong mannetje uit Griekenland. Dat is 12 jaar geleden. Op het lood. Toen de tijd, het oude complex van onze opleiding. Ik heb Panta leren kennen toen hij bij het eerste van AZ kwam, vanuit Jong AZ. Ongeveer 7 jaar uit mijn hoofd al. En vanaf dat moment ben ik met hem gaan werken, tot aan nu. Dus ik denk bijna 9, 10 jaar. Ik kan zelfs nog wel een wedstrijd herinneren dat je tegen mijn oude club, waar ik toen de tijd vandaan kwam. En dat was een van de eerste keren dat ik je ook daadwerkelijk zag voetballen. En daar zagen we gewoon heel veel kwaliteit. Niet alleen voetbalkwaliteit, maar ook leiderschap, gedrevenheid. Professionaliteit. Het is een oprechte jongen, een leuke jongen. Altijd in voor een praatje. Altijd super aardig, super sociaal naar de medewerkers toe, naar de mensen die hem helpen bij de club. Het was een trotse jongen, dat vertelde hij ook wel, dat in Griekenland dat normaal was. Trots op de club, trots op je team, trots op familie. Als mens vind ik Pantelis echt fantastisch. Niet alleen hoe hij naar teamgenoot is, maar ook hoe hij bezig gaat met de staf eromheen. Panta, nou, we kennen elkaar al heel lang. Ik wil je heel veel succes wensen in Italië. Ik weet hoe lang je al graag onder andere in de Serie A speelt. Ik maak je nu 7 jaar mee. Ik vind je een onwijs toffe gozer. Altijd hard voor de club, altijd inzet voor de club. Ik wil je heel veel succes wensen, maar ik hoop dat iemand anders jouw legacy hier overneemt. Want jouw rol was heel belangrijk. En ik wens je ongelooflijk veel succes in je verdere carrière. En je bent altijd welkom bij AZ. Ik wil je namens mezelf, maar eigenlijk namens iedereen hier binnen de opleiding enorm veel succes wensen in de rest van je carrière. Met je fantastische en mooie avontuur in Italië. Wij blijven je volgen. Ik zeg al, dat doe ik namens iedereen. Ik hoop als kind van de club die je bent, dat je terugkijkt naar een enorm mooie periode bij AZ.
We houden je in de gaten en heel veel succes.